Hi there everyone, Martin Zo, Tyler hallo here allemaal, with you welkom bij een on nieuwe Special aflevering van mijn Time Back. Feyenoord carrière. Fresh today En from the als back of First allereerste Division, natuurlijk allemaal een anything heel there? gelukkig Martin, nieuw jaar. delighted to be here. En we beginnen dit nieuwe jaar met een leuke thuiswedstrijd tegen Utrecht. Tenminste, Feyenoord, ik ga ervan uit dat die leuk wordt. Wedstrijden tegen Utrecht zijn bijna altijd leuk. We spelen wel met B-elftal, want na die fantastische wedstrijd tegen Liverpool is de eerste elftal natuurlijk nog wat vermoeid. Dus vandaar het tweede elftal. Maar De Haan heeft een goed voorbeeld genomen aan Karsdorp. Komt goed op. Alleen zijn voorzet is wat minder. Maar goed. Kan niet alles hebben. Dembele dan. Dembele met een goed schot op de paal. Jammer, jammer, jammer. Oh, dat was een lekker begin geweest, zeg. Maar helaas. Dat gaat er niet in. Eens even kijken. We dat een goed vervolg kunnen geven. Bob, jongens. Ja, die vorige wedstrijd tegen Liverpool, jongens. Oh, wat een mooie wedstrijd was dat. 2-0 gewonnen op Anfield. Dat gebeurt je ook niet elke dag. Ik was zo blij. Eens even kijken of we dat nu vandaag goed vervolg kunnen geven. We spelen hier met Acheampong. Die hopelijk een goede wedstrijd gespeeld. Dembele staat buitenspel. Jongen, stop. We spelen trouwens niet met Schuurman in de basis dit keer. Maar met Elhan Koeri op 10. Van Bergen speelt op rechts. Ten eerste omdat Schuurman een beetje als een drol speelt de laatste tijd. En ten tweede omdat hij ook nog eens een beetje vermoeid was. Hier deze Van Bergen nu in de basis. En nu kan hij scoren. En wat een zeikbal is dat. Die gozer, dat is ook niks. Het is echt niks, die gozer. Waarom stel ik hem steeds weer op? Geen idee. Omdat ik toch hoop dat er nog eens een keer wat uitkomt of zo. Het gebeurt me niet. Ja, dit is goed. Dit is goed. Dit is wat een kutschot. Dat was wel een mooie aanval, maar wat een klote schot. Goed bezig, Fosu Mensa. Oh, heerlijk. Hij is erdoor. Goed naar binnen gekomen en een heerlijke goal hoor. Oh, 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 hij scoort weer. Wat een goede speler is dit, zeg. Kijk, 1-2, hop, naar binnen en schieten. Snoeihard in de korte hoek. Onhoudbaar voor de keeper. En we staan 1-0 voor, eindelijk. Na twee grote kansen gemist hebben. Nou ja, grote kansen. Twee goede kansen, laat ik het zo zeggen. Gaat deze er wel lekker in. Oeh, en daar was het alweer bijna 1-1. Gelukkig gaat dat niet door. Kom op de Haan. Zo. Dat was niet best. Oh, even zachtjes. Dembele, goede bal. Goede bal zeg. Ah, jammer. Kon niet meer terug. Ligt daar nou echt een mega plas langs de zijkant van het veld, jongens? Regent het zo hard? Dat moet wel meeviel. Fosu Mensa dan. Ah, jammer. Nou, we spelen aardig. Ik heb het idee dat Schuurman op het middenveld niet echt gemist wordt. Het middenveld combineert aardig. Zo. Misschien Elhan Koeri toch maar niet verkopen. Of toch wel, geen idee. Maar dit was niet best. Hij is geblesseerd, serieus. Is die. Ik heb het over en hij is gelijk weer geblesseerd hoor. Jongen, jongen. Daar word je toch ook moe van. On the touchline, getting the details about that injury is Jeff Shreve. Jeff.
Op Fauzu. Fauzuutje, hey. Schiet eens op, man. Kijk. Oh, Alan Koury is niet geblesseerd. Zo, van Bergen. En dan dit. Dat is dan weer jammer. Goed naar binnen nu. Hey, hey, scheids. Scheids. Penalty. Jongen, jongen. Ik wil een penalty, man. Schiet. Schiet nog een keer. Schiet nog een keer. Driemaal scheepsrecht. Ah, jammer. Net niet. Jammer. Nou, kom op. Goed corner. Nee, die is voor de keeper. Jammer. Loopt de keeper altijd. Zo, naar wie schiet jij hem dan? Zo, hoor je het publiek gaan nou, joh. Oh, goede redding natuurlijk ook. Nou, gooi maar in. Waarom ga jij ingooien? Waarom niet gewoon die linksback? Geen goede paas, jongen. Er was nog zo lyrisch over hier en dan krijgen we nu dit. Even mij die bal. Eerste helft voorbij. Nou, ik vind dat we goed gespeeld hebben. 1-0 is wat magertjes, maar wellicht kunnen we dat de tweede helft uitbouwen. Ik ga die van Bergen er toch echt uithalen. Ik word zo scheidziek van die roze. Ik ga Fernandes er eens inzetten. Die is uitgeleend geweest aan Vitesse en daarna heb ik hem eigenlijk niet meer geprobeerd. Maar nog wel weer eens proberen. Misschien is hij wel hartstikke goed geworden, joh. Hij is in ieder geval qua rating beter dan Van Bergen. Ja, qua spel kan het niet veel minder worden, lijkt mij. Misschien word ik wel positief verrast. Je weet het niet. Hij werkt hier in ieder geval de bal goed weg. Nou, kom op de Belen, dan moet jij even rennen. Oeh, jammer. Op jongens. Wegkoppen, wegkoppen. Lekker. Lekker jongens. Hup, combineren eruit. Corner. Corner, corner. Ja, ja. Kom op. Goeie corner nu. De Smet. Serieus, die man is 1,48. Waarom gaat hij daar koppen proberen? Ingooi. Oh, goeie voorzet. Nee, helaas. Dat was een goede crossing position, maar niet een goede cross. Good position. Fernandes. Naar de aan. Ingooi. Nu, goede voorzet. Dembele, je kan wel aardig koppen af en toe, maar nu even niet. Hey, scheids. Kom op, zeg. Heb ik iemand die een goede vrije bal kan nemen? Gewoon met Fozo mensen proberen. It's going well for the home players and their supporters. The away players finding it hard in the match and the fans now. Ah, dat is niks. They think that there is some jiggery pokery going on here. Dat is niks. Maybe even the home fans are a little bit unhappy. They want to see their team go for one or two more goals, but that might be a bit of a reckless thing to do now. Kom op, jongens. Dembele. Jammer. Dat is jammer. The approach play looked very encouraging. Utrecht speelt irritant over. Ik wil de bal. It's going to be a substitution. It's for the away team. Moving forward with some danger to the opposition. Now they're here. Lekker weg, kop, jongen. Dat is ook weer niet goed.
Yes, he was aiming for a teammate, but he certainly didn't find one. Still 20 minutes to go. Echt, hoeveel mensen hebben die lui achter de bal, joh? Nu dan. Attacking well here. Rushing it here. Moving from one side to the other. Dat gaat net goed. Ja, dit gaat dan weer niet goed. Shit. Oh. Stoppen jij. Ja, Botkin is toch traag, hoor. Ga weg. Het is nog steeds maar 1-0, hè. Goed gedaan, Maresca. Nou, nu een goede bal. Dembele. Die moet je afmaken, jongen. Ja hoor, lekker. Hij scoort weer. Hij speelt niet fantastisch, maar hij scoort wel gewoon weer. Goed met Hofi meegenomen. Laag in het hoekie. Niks mis mee. Gewoon weer 2-0. Kunnen we nog eens kijken of we iemand anders kunnen wisselen. Eens kijken, de Bele is wel moe trouwens. Ik ga die Courbet erin zetten en ik ga Reyes erin zetten. De Bele laten we nog even staan. Niet gelijk wisselen na zijn goal. Dat is ook weer zo wat. Oeh, ik denk die bal heb ik wel, maar helaas. Kom op jongens. Op rechts, Fernandes. Kom op jongen. Nou, lekker paasje, Fosu Mensah. Tjonge jonge. Ja, jij zet 6 meter buitenspel. An easy one for the linesman. He was a good couple of yards. Daar gaat het aan. Fernandes. Nou, dat is ook weer niet goed. En ik moet denken dat het niet erger kan dan die van Bergen. Tjonge jonge. Good passing, shrewd passing, accurate passing. Kom op gasten. Pak die bal nou even af. Nog één doelpuntje proberen te maken. Dat zou toch wel leuk zijn. Zo in het nieuwe jaar. Of niet dan? Reyes. Naar Fernandes. Nou, Fernandes. Laat nou eens wat zien, jongen. Waarom ben je teruggekomen? Nou, niet hierom. Jongen, jongen. Nou, die gozer die zet ik er ook echt nooit meer in. Wat een zaadlul is dat, zeg. Ja, afgelopen. Nou ja, toch weer lekker 2-0 gewonnen. Niks mis mee. Twee aardige goals. Zeker die eerste mocht het toch zijn, volgens mij. En eens even kijken, Dembele man of the match. Een assist en een goal. Ja, nou ben je man of the match. Wie heeft de andere assist gegeven? Elhan Koeri heeft de andere assist gegeven. Ja. Ik ben wel weer blij. Ik hoop jullie ook. Ja, nogmaals, gelukkig nieuwjaar. Dat had ik al gezegd. Maar ik zeg het gewoon nog een keer. En hopelijk blijven jullie mij volgen. Blijven jullie kijken. Ik vind het leuk om te maken. En hopelijk jullie leuk om te kijken. Ik zeg bedankt voor vandaag. En hopelijk weer tot morgen. Later.